Dit is videoles 4 van hoofdstuk 9. In deze les leg ik uit hoe je met behulp van het licht van sterren kunt bepalen wat de samenstelling van een ster is. Die methode is overigens veel algemener toepasbaar, want met enige regelmaat verschijnen er dit soort nieuwsberichten over exoplaneten. Dat zijn planeten die om een andere ster draaien dan onze zon. Het is natuurlijk spannend te weten of er exoplaneten zijn die op de aarde lijken. En daarvoor willen sterrenkundigen onder andere weten welke stoffen zich in de atmosfeer van deze exoplaneten bevinden. Aan het einde van deze les kun je uitleggen hoe sterrenkundigen dit voor elkaar krijgen. Daarvoor kijken we eerst naar hoe je het spectrum van een lichtbron zichtbaar kunt maken. Zo bekijken we verschillende soorten spectra van verschillende soorten bronnen. En tot slot kunnen we daarmee uitleggen hoe je aan het spectrum kunt zien wat de samenstelling van een bron is. Er zijn twee belangrijke manieren om een spectrum zichtbaar te maken: met een prisma of een tralie. Hier zie je een beroemde platenhoes met een prisma. Wit licht valt op een blok glas en doordat de golflengtes met een grotere golflengte sterker gebroken worden en door de speciale vorm van het glas komen verschillende kleuren licht onder een andere hoek uit het prisma. De tweede manier maakt gebruik van een tralie. Een tralie is een stuk glas met daarop lijnen waar het licht niet er doorheen kan, vandaar de naam tralie. Het licht kan dus alleen door de smalle opening. In een vergroting kun je goed zien dat er heel veel smalle openingen zijn. En licht met een grotere golflengte buigt sterker als het door een van die openingen komt. Al het licht uit al die openingen gaat met elkaar interfereren. Dus dat gaat elkaar op sommige plekken versterken en op andere plekken uitdoven. Daardoor krijg je dus dat onder een bepaalde hoek het licht wordt versterkt. En het effect lijkt op dat van het prisma aan de linkerkant. Om je een idee te geven wat een tralie doet, heb ik hier een foto van een TL-buis bekeken door een tralie. Je ziet recht door de tralie heen de TL-buis zelf. Dat wordt het nulde orde maximum genoemd. Licht van alle kleuren wordt in diezelfde richting versterkt en daarom zie je daar gewoon bijna het witte licht van de TL-buis. Maar meer naar links en naar rechts zie je een eerste orde maximum. Daar zie je dat licht van een andere kleur onder een andere hoek wordt versterkt. Het gevolg is dat je de TL-buis meerdere keren ziet in verschillende kleuren. En nog verder naar links en naar rechts herhaalt dit zich. En dat is het tweede orde maximum en zo gaat het verder. De tralie en het prisma zijn handig, maar het is ook handig om het licht met een computer te kunnen registreren en analyseren. Dat kun je doen met een spectrometer. Licht komt rechts binnen, meestal via een glasvezel, en in het midden zie je een prisma die het licht uit elkaar rafelt. Dat kan trouwens ook een tralie zijn. Helemaal links is een webcam en eigenlijk een lichtsensor en daarmee kun je een grafiek maken zoals deze. Dat is de intensiteit van het licht als functie van de golflengte. En dit is dan het spectrum toevallig van een blauwe vlam. Je ziet duidelijk dat er bepaalde kleuren zijn met een hoge intensiteit. Nou, laten we nu met een tralie naar nog een aantal andere lichtbronnen kijken. Hier zie je een gloeilamp die schijnt op een lens en daarachter zie je het licht, het witte licht van de gloeilamp. Ik zet er nu een tralie tussen. En je ziet heel duidelijk in het eerste orde maximum een regenboogspectrum. Alle kleuren zitten erin. Tegenwoordig mogen gloeilampen niet meer verkocht worden. Alle lampen zijn in feite LED-lampen, die zijn veel efficiënter. Dus laten we even kijken naar een aantal LED-lampen. Dit is een rood LED-lampje en dit is het eerste orde maximum. Je ziet vooral rood licht. Dit is een gele LED, het eerste orde maximum en je ziet vooral geel met een klein beetje groen en rood. En dat komt omdat geel maar een heel smal gebiedje is in het spectrum, tussen rood en groen. Dit is een groene LED en je ziet vooral groen met een klein beetje geel. Ook groen ligt vrij dicht tegen geel aan. Maar je ziet dus dat zo'n LED-lampje één bepaalde kleur heeft. Dit is een gasontladingsbuis gevuld met een bepaald gas. Zo'n gasontladingsbuis werkt als volgt. Er is een gloeidraad aan de ene kant van de buis en die maakt elektronen vrij. Die elektronen worden vervolgens versneld door een spanning die over het uiteinde van de buis staat. Die elektronen gaan botsen met de atomen in het gas en die atomen krijgen daardoor extra energie en verliezen die energie door uitzending van straling en die straling dat is wat we licht noemen. Laten we naar een aantal gasontladingsbuizen kijken. Dit is waterstof, je kijkt direct door de tralie en dit is de kleur van de gasontladingsbuis met waterstof. Dit is het eerste orde maximum en je ziet een aantal kleurtjes. Dit is helium en dit is het eerste orde maximum van helium en je ziet heel mooi een aantal kenmerkende kleuren van helium. Dit is kwik recht door de tralie bekeken. En als we het eerste orde maximum bekijken, dan zie je deze kleurtjes. Ook weer een bepaald aantal kleurtjes. We hebben nu twee soorten spectra gezien en het is belangrijk die te herkennen en te kunnen benoemen. Ten eerste is er een continu spectrum. Daarin zijn alle golflengten aanwezig, eventueel met een verschillende intensiteit. Een voorbeeld daarvan is het spectrum van een zwarte straler of een heet voorwerp dat gaat gloeien. En daarnaast hebben we een lijnen-emissiespectrum of een emissielijnen-spectrum gezien. Daarbij zijn er alleen bepaalde golflengten die worden uitgezonden. En een voorbeeld daarvan is dus een TL-buis, heet gas of een vlam. Maar een vlam is natuurlijk ook een heet gas. Nou, dit is nog een derde soort spectrum en daarvoor kijken we eerst naar het spectrum van de zon. Op het eerste gezicht is het spectrum van de zon een continu spectrum, de bekende regenboog. Als je dit heel erg uitvergroot, dan krijg je dit te zien. Die zwarte lijntjes worden Fraunhoferlijnen genoemd, naar een van de ontdekkers. Ze worden ook wel absorptielijnen genoemd. En dit is dus een absorptielijnenspectrum. Die absorptielijnen verraden welke stoffen zich in de atmosfeer van de aarde en van de zon bevinden. Om uit te leggen hoe dat zit, doen we eerst een vlamtest. Dit is het spectrum van een gele vlam, gezien door die tralie. En als we de vlam blauw maken, dan zie je door die tralie vooral twee kleurtjes, blauw en groen. Dus die blauwe vlam bestaat eigenlijk uit twee kleuren, blauw en groen. Als we nou in die blauwe vlam een lepeltje houden met wat keukenzout, dan kunnen we gaan zien wat het spectrum is van vooral het natrium in het keukenzout. Dan moet het wel heet genoeg zijn, dus dat duurt even. En je ziet door die tralie nog het spectrum van dat kleine gele vlammetje bij die bunsenbrander. Nou, nu wordt het keukenzout vrij heet en je ziet dat het een beetje gelig wordt. En ook door de tralie zie je nu een mooie gele, oranje-gele vlam ontstaan, die nu echt heel fel wordt. Dat is heel kenmerkend voor natrium. Alleen natrium geeft zo'n kleur. Nou, het mooie is dus dat elk element zijn eigen emissielijnenspectrum heeft. Voor een aantal elementen vind je die in BINAS-tabel 20. Dit is BINAS-tabel 20 en daarboven zie je nog een continu spectrum, daaronder een absorptielijnenspectrum, maar daar weer onder zijn dus die emissielijnenspectra van verschillende elementen. Van boven naar beneden zie je waterstof, helium, natrium, kalium en calcium. Een vraag. Welk element is dit? In de afbeelding zie je links een gasontladingsbuis met rechts het eerste orde maximum. Bepaal met behulp van BINAS-tabel 20 om welk element het hier gaat. Nou, als je BINAS-tabel 20 erbij pakt, dan zul je zien dat waterstof het meest overeenkomt. Dit is wat je in BINAS ziet, maar daarin is de rode lijn aan de linkerkant weergegeven en de blauwe en de paarse lijn aan de rechterkant. Dus we moeten hem even omdraaien. Dat heb ik hier gedaan. En dan zie je vrij duidelijk dat de rode, blauwe en ja, paars-violetachtige lijnen overeenkomen met de lijnen die je rechts ziet. Nou is er wel een verschil. Het spectrum in BINAS is gemaakt met een prisma. En het spectrum hier rechts, wat ik heb laten zien, is gemaakt met een tralie. En dat licht wordt op een iets andere manier afgebogen. Dus je zult nooit precies de afstanden op dezelfde plek vinden, tussen de afstand tussen de lijnen. Maar het is wel duidelijk dat hetzelfde kleurtjes terugkomen. Nou, hoe ontstaat nou een absorptielijnenspectrum? Dit is een schematische weergave. Stel je schijnt licht van een gloeilamp, dus een continu spectrum, op een vlam. In die vlam strooi je wat keukenzout. Nou, keukenzout bestaat uit natriumchloride. Het natrium en het chloride ontbinden en er ontstaat een gas van atomair natrium en atomair chloor. Dat natrium absorbeert alleen bepaalde kleuren licht en zendt het in alle richtingen weer uit. Er blijft dan minder van die kleur over in de oorspronkelijke richting van het licht. En als je dat licht vervolgens weer door een spectrometer laat schijnen, dan zie je een continu spectrum minus de kleur die het natrium heeft geabsorbeerd. Dat is dus die donkere lijn die je hier ziet. Hierdoor is de golflengte van de emissielijn gelijk aan de golflengte van de absorptielijn. Je kunt deze methode ook gebruiken in de chemie, als je bijvoorbeeld wilt weten welke stoffen zich in een oplossing of een gasmengsel bevinden. Die methode heet UV-VIS. UV voor ultraviolet en VIS voor visueel. Hier zie je een spectrometer met een cuvet met daarin een opgeloste stof. De spectrometer schijnt wit licht door de cuvet en meet het absorptiespectrum. Dat is hieronder schematisch weergegeven. Dus alle kleuren gaan erin, maar alleen bepaalde stoffen worden geabsorbeerd. En dat geeft dan zo'n absorptiespectrum. En zo kun je stoffen identificeren. Hier rechts nog een grafiek met een aantal andere voorbeelden. Dat zijn verschillende moleculen met elk hun eigen absorptiespectrum. Dus aan de ligging van de pieken kun je bepalen welke stof het is. En aan de mate van absorptie kun je bepalen welke concentratie er van die stof aanwezig is. Dezelfde methode werkt voor sterren. Een ster zelf zendt bij benadering een continu spectrum uit, dat van een zwarte straler, waarover je in paragraaf 2 en 3 hebt geleerd. Maar de atmosfeer van de ster absorbeert daar dus weer een deel van. Hier zie je de absorptiespectra van verschillende typen sterren. Links de temperatuur van de sterren en onderin de golflengte in het spectrum. En je ziet weer kenmerkende zwarte lijnen, absorptie- of Fraunhoferlijnen. En op basis van die lijnen kun je de ster klassificeren. Wat nou opvalt is dat hoe koeler de sterren zijn, hoe meer absorptielijnen. Dat komt doordat er ingewikkeldere moleculen kunnen ontstaan bij die lagere temperatuur en doordat de stoffen zelf meer in het zichtbaar licht gaan absorberen. Nou, laten we eens kijken hoe zo'n sterspectrum eruit ziet en wat je daarmee kunt. In Amerika is er een project dat van zoveel mogelijk sterren het spectrum vast wil leggen. Dat is de Sloan Digital Sky Survey. Je kunt zelf daar ook neuzen in hun database. De link staat hieronder. Nou, dit is een voorbeeld van zo'n spectrum. Dit is van een F-type ster. Dat is een ster die heter is dan onze zon. Dat is een G-type ster. En onderin staat de golflengte in engstreum. 1 engstreum is 10 tot de -10e meter. En ik heb ook een aantal absorptielijnen gegeven. Hier A en B van 2 verschillende stoffen en A, B en C van 1 bepaalde stof. Nou, bepaal nou met behulp van BINAS tabel 20 welke stoffen veroorzaken lijnen A en B en welke stof veroorzaakt lijnen A, B en C. Nou, als je BINAS tabel 20 goed bestudeert, dan zal je kunnen aflezen dat de golflengte van A en B overeenkomt met de absorptie, of eigenlijk de emissielijn van natrium en helium. Kwik heeft ook een emissielijn in deze buurt, alleen dit is nou helemaal geen kwik, maar dat kan je dus niet van tevoren zeggen. Maar dit blijken dus natrium en helium te zijn. En A, B en C die horen bij waterstof. Dezelfde methode kun je gebruiken voor interstellaire gaswolken, dat zie je op deze plaat. De Hubble Space Telescoop hier rechts die heeft een instrument om het spectrum te analyseren. En hier zie je dat elke gaswolk een andere absorptielijn veroorzaakt. En nu zijn we weer terug bij het begin van deze les, de samenstelling van de atmosfeer van exoplaneten. En de methode lijkt op die van UV-FIS. Die is hier schematisch weergegeven. Eerst moet je het spectrum weten van de ster waar de exoplaneet omheen draait. En dan moet je hopen dat die exoplaneet vanuit de aarde gezien precies voor zijn ster heen beweegt. De atmosfeer van de exoplaneet zal dan een deel van de straling absorberen en dan krijg je dus een spectrum zoals hier. Bij deze exoplaneet is er blijkbaar titaniumoxide en water aanwezig. En bij deze exoplaneet is dat natrium en kalium. Nou, dit klinkt heel makkelijk, maar de instrumenten om dit te kunnen waarnemen moeten echt super gevoelig zijn. En waarom dat zo is, dat heb ik hier laten zien. Je ziet hier een compositiefoto van de zon, Jupiter en de aarde. Allemaal op één plaatje. Nou is de diameter van Jupiter zo ongeveer 10 keer de diameter van de aarde. En de diameter van de zon is weer 10 keer de diameter van Jupiter. Dus de diameter van de zon is ongeveer 100 keer zo groot als de diameter van de aarde. Oftewel, de aarde is echt heel erg klein. De atmosfeer is daar maar een heel dun schilletje omheen, om die aarde. En dat is dus de stof, het gas, dat het licht van de zon moet absorberen, wil je kunnen bepalen welke stoffen er in de aardsatmosfeer aanwezig zijn. Dus het is maar een heel klein effect wat je zult waarnemen en daarom zijn die instrumenten zo heel erg gevoelig. En dat is ook waarom dit soort nieuwsberichten ook zo bijzonder zijn. Tot slot nog even een vraag om te kijken of je het nog weet. Je ziet hier 3 spectra, A, B en C. En de vraag is, hoe wordt ieder van deze spectra genoemd? Nou, A wordt een continu emissiespectrum genoemd. B een absorptielijnenspectrum. Dat is dus dat continue spectrum min een aantal lijntjes. Dat zijn die absorptielijnen. En C is een emissielijnenspectrum. Het is dus niet voldoende om te zeggen dat het een lijnenspectrum is, want dan weet je nog niet of je het hebt over absorptie of emissie. Een samenvatting. Een spectrum kun je dus zichtbaar maken met een spectroscoop. Die meet de intensiteit van het licht als functie van de golflengte. Bij UV-vis meet je meestal de absorptie van een oplossing of een gas. Elke stof heeft een uniek emissie- en absorptielijnspectrum waarmee het mogelijk is de stof te identificeren. En daarbij is het zo dat de golflengte van de emissielijn van de stof gelijk is aan de golflengte van de absorptielijn van die stof. Hete voorwerpen hebben bij benadering een continu spectrum, dat zijn dus de zwarte stralers. Een heet gas laat vooral emissielijnen zien en een koelgas absorptielijnen. In de volgende les gaan we kijken hoe die lijnenspectra eigenlijk ontstaan.